wie is de baas? Hè? Who is the boss? Is dat nu die CEO? Is dat nu die raad van bestuur? Of is dat nu die voorzitter van de raad van bestuur, zoals we hem bezig zagen de voorbije dagen? Is dat de minister? Of is dat het parlement, die uiteindelijk ja, gemandateerd is door de kiezer om te controleren en aan te sturen en via de raad van bestuur mensen aan te stellen? Wie is eigenlijk de baas van over de VRT? Maar dat momenteel is dat Luc van den Branden. Ik vind het essentieel dat een voorzitter van een raad van bestuur geen stappen neemt, zichzelf mandateert om beslissingen te nemen in naam van zijn raad van bestuur, die hij zelfs niet inlicht. Ik vind dat ongehoord. Hij heeft ze wel ingelicht.